Het coronavirus heeft grote invloed op ons dagelijks leven. In deze vlog zie je hoe het familie Kramer vergaat in Oostenrijk. Morgen allemaal, het is vandaag 22 maart, 8:30. En ik ga nu ontbijt maken voor de familie. Omdat we nu allemaal thuis zijn, ontbijten we meestal wel met elkaar. En dat is wel heel gezellig. En ik maak elke ochtend verse sinaasappelsap. Smurfenkaas met brood. Heerlijk. Familie Kramer runt een goedlopend hotel. Door de coronacrisis moesten ze tijdens het wintersportseizoen hals over kop hun deuren sluiten. Nu moet er eigenlijk normaal de boeking voor de zomer binnenkomen, maar er zit nog weinig tussen. De winter voor komend jaar die is op zich wel weer goed. Iedereen wacht even op wat er gaat gebeuren. Maar dat zijn nog lege weken. Het heeft ook leuke dingen. We zijn qua familie allemaal bij elkaar. Iedereen is thuis. 'S Ochtends gezellig ontbijten. Dus nu hebben we eigenlijk een verlengde pauze. En daar gaan we ook niet slecht, toch? En daar gaan we het beste van maken. We hebben natuurlijk een prachtig uitzicht, gewoon op een mooie plek. We hebben een lekker overdekt terras. En waar de gasten normaal van kunnen genieten, doen we nu zelf genieten. En voor Sarah, Marita en Femke betekent genieten sporten. Heel veel sporten. Ja, normaal ontbijten hier de gasten, maar die zijn er nu niet. Dus kunnen wij hier gewoon sporten. En het is dan, zeg maar, nu onze fitness. Dus we hebben gewoon, ja, gewichten. Sarah Marita timmert aan de weg als schansspringster. Ze maakt deel uit van het Oostenrijkse nationale team. En met succes. Begin dit jaar is ze wereldkampioen geworden. Ze maakt zelfs goede kans om aan de Olympische Spelen van 2022 mee te doen. Ja! Papa die zit te puzzelen, dat is zijn hobby. Ben je bijna ver? Hij is ver. Wat ben je aan het doen, Femi? Ik help papa natuurlijk met het huishouden, dus ik maak de puzzels schoon. En waarom doe je dat? Omdat ik papa graag help. Nee, omdat ik graag een nieuwe computer wil hebben. Ja. Maar ik kan dus nergens werken, dus dan doe ik dat bij papa. Met klusjes. Is het een zwembad? Ja, het is heel vies. Maar ik heb tenminste nu mijn nieuw huisje gevonden voor later. Ik vind het hier wel fijn eigenlijk. In Oostenrijk geldt het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Alleen voor boodschappen of een apotheekbezoek mag je de deur uit. Maar zoals jullie kunnen zien is het gewoon zo'n beetje, ja, uitgestorven. Heel rustig. Het is nu, wat is het? 23 maart en 10 uur. Nee, 10 uur zoiets. En we gaan nu dus winkelen. En we hebben nog slaap. Ja. Het is maart en wij gaan gewoon barbecuen. Welkom bij het leven van familie Kramer. Wij kunnen gewoon alles. We gaan nu afrekenen. Maar hier hebben ze dus een hele andere variatie. Zeg maar gewoon zo'n kapje voor hun gezicht. En nog zo'n plexiglas. Dus ook wel, ja, handig. Wortelsoep. Nee, Hollandse wortelstamp. Wij missen Nederland. Echt? Tijd voor een nieuwe. Nee. Plek vrijmaken voor de computer. Nu was onze tijd gewoon echt nutteloos, hè? Nee hoor, onze tijd is nooit nutteloos. Tjus, poetsle. Nou, dat was hem dan.